Jij mag beginnen. Hoe gaat het? Ben je aan het voorbereiden? Ja, zeker. Maar hoe ziet de voorbereiding voor het glazen huis eruit? Nou, je moet je voorstellen, we hebben 3FM Serious Request. Het gaat dit jaar om het thema Breng het weer samen. Ja. 4 miljoen mensen wereldwijd, die zijn elkaar kwijt. Dus in conflictgebieden en natuurrampen, die kunnen elkaar niet vinden. Dus wij gaan zoveel mogelijk geld ophalen met heel Nederland voor dat thema. Ja. En ik dacht, in dat thema, Breng het weer samen, ben ik samengekomen met mijn broertje. Die is personal trainer. Ik had totaal geen conditie. Dus ik dacht, als ik dat huis in ga, een beetje staat te springen ook op alle nummers en zoveel energie, ga ik eventjes met hem aan de slag om te trainen. Dus hij heeft gezorgd dat ik in ieder geval topfit dat huis in ga. Ja, klein buikje zit er nog, maar ik ben nu ook al aan het proberen minder te eten, want we mogen 6 dagen niet eten. Ja. Dus gewoon kleine maaltijden, zodat mijn lichaam niet straks een of andere grote shock krijgt. Nee. En dan ja, lekker 7 dagen naar Apeldoorn met heel Nederland geld ophalen. Ja, nou ja, veel succes gewenst. Dankjewel. Nog iets muzikaals? Ja, en ook een beetje in dat thema Breng het weer samen. Want de groep NERD, zeg je dat wat? Zeker, Pharrell. Precies, de groep van Pharrell. Voordat hij echt als Pharrell hits, als Happy maakte, had hij een groep. NERD, die maakte hele grote hits. Zelf zeiden ze, het is een beetje een combinatie tussen als de classic rock en de hip-hop een kindje zouden krijgen, zou dat NERD zijn. En die waren weg. En dat vond ik zo jammer. Iedereen heeft zijn eigen dingen gedaan. Hartstikke leuk, Pharrell, grote hits. En nu zijn ze weer even bij elkaar gekomen om een album te maken dat morgen uitkomt. Oké. En daar hebben we al wat nummers van gehoord. Samenwerking met Rihanna, met Ed Sheeran, met Kendrick Lamar. En die hit met Kendrick Lamar, die is vandaag uitgekomen. Don't Do It. Waar hij in tegenstelling tot zo'n Happy best wel praat over politiek Amerika. En over de shootings daar. En even een klein stukje luisteren. Oké. Echt wel zo'n classic NERD geluid. En dat hele don't do it gaat dus over de shootings van don't do it, please. Aan tafel.